Welkom bij een nieuwe video van Fiverr. Er is zojuist een nieuw update gekomen van een Apple Store in Fiverr. Waarbij je dus eigenlijk, iets kan beroven naast de juwelier en de bank. En vandaag laat ik het ook zien hoe het werkt en ja, hoe je het allemaal kunt doen. Laten we maar gelijk beginnen. Ik ben net ingespannen, want dat is natuurlijk net uit. De Apple Store die zit hier. Oh, ja natuurlijk. Ik rij echt netjes. Oké, maar... Kijk, hier zit dus de Apple Store. Het is precies naast de huurwinkel. En dan zou je vast afvragen, hoe moet je dat dan beroven? Want je kunt er natuurlijk niet gelijk op klikken. Nee, er moet ook drie agenten in de stad zijn. Dus er waren drie agenten, maar ik denk dat jij even iets nodig hebt. Eerst de XN. Ja, je hoeft een deur niet in. Oké, even kijken. Een tas heb ik nodig. Een drillbol ga ik maar even zeker gebruiken. En waar is die andere? Drillboren. Oh, ik denk laptop. Heb ik ook een laptop? Nee, laptop heb ik niet. Dan moet ik die halen. Nou. We gaan er eenmaal snel een laptop halen. Heel snel. Maar wel even zeker dat ik wel even wat van het bank af haal. 50.000 doen. Dat kan wel. 50.000. Oké. Nope. Het lijkt een beetje, maar. Ja. Nou. Dat kan ik wel. Zo. Nou, ik denk dat we nu al spullen hebben. Nou, we hadden alleen maar wachten tot we die drie agenten hebben. En dan is het eigenlijk ook wel mogelijk om dat te kunnen doen. Maar er moet wel even naar de agenten komen. Dus ja, ik neem voor zekerheid maar van alles mee. Dan weet je het nooit. Ik zag het in die livestream van Velen dat hij daar met een luikje er of zo moest uitkomen. Dus ja, we zullen het even zien. Ze wil zelfs mensen dwingen om boven te worden. Maar zie je nou mensen te RDM zodat niemand kan beroven? Jongen, waar zit de verstand tegenwoordig? Ik zit nog steeds te wachten tot er drie agenten komen. Maar er blijven geen drie agenten komen. Dus ik geef er nergens anders heen. Want ik lijk met het. Waarom lijkt de game zo altijd? Ik kan eigenlijk helemaal niks, want de game lijkt zo keihard. Fix dat alsjeblieft, man. Oké, eindelijk heb ik een server gevonden waar ik al die juwelier kan, die Apple Store kan overvallen. Iedere keer waren mensen me voor, of ja, waren het RDM's of zo, nou ja. Jammer maar helaas, ik geef ik heb een tas nodig sowieso. Ik doe ik even om. Nee, ja, over een paar seconden. Denk ik of zo kunnen we erin en dan kunnen we er ook aan beginnen. En dan kunnen we even kijken hoe het allemaal werkt. Dus ja. Een dikke gevecht hier ook. Moet me alleen oppassen, straks ben ik ook een slachtoffer. Dus. Oh, lekker bezig. Werkt hij wel weer een beetje. Je moet in first person. Jezus! Zijn mensen dan tegenwoordig zo leuk? Waarom wordt het altijd zo leuk om het RDM'en, hè? Jongen, ik moet weer opnieuw mijn tas pakken. En er zijn er ook geen eens drie agenten. Ja, jongen, ik heb echt nekel aan die mensen. Dat snap je natuurlijk ook wel. En die verpesten alles dan alles voor je. Dat je gewoon laat ik nooit en dat weet ik met deze keer uitchecken. Als je kanaal je gewoon neer. Ja. Jammer, maar ja, als die mensen bestaan. Hoef weer allemaal rook te spelen om niks. Weet je? Als je, ik wil gewoon al update uitchecken. En ja. Als je dat zo niet kunt doen, dan. Ja, dan kan ik best wel pissed worden, kan ik je zeggen, dus. Nou, ik sta er weer, alleen er moeten even drie agenten komen, dan kan ik tenminste. Ja, oké, yes. Oké, top, we gaan erin. Even snel een tas pakken. Werkt er ook nog. Zo, oké, en dan moet ik even moest ik in plus die dingen pakken. Oké, zo. Ah, het werkt, top. Het lijkt zo, werkt dus die Apple Store. Je moet heel de tijd die telefoontjes klikken en dan kun je het zo pakken en beroven. Kijken. Telefoontje. Er zijn meerdere hier, dus ja. Nog zoveel mogelijk. Kunnen we heel veel geld verdienen, weet je. Ja, het lijkt wel, dus. Maar het lijkt wel nice. Het is wel weer ongeveer een beetje hetzelfde als juwelier. Beetje hetzelfde systeem, alleen allemaal telefoons, zo. Dus ja, dat is ook weer een luikje. Hoe dat zit, laat ik je zo zien. Dus ja. Maar het is best wel, net zoals de juwelier, ook een nice. Nice Robbie. Nou ja.
Hey, die zijn gepakt, die zijn gepakt, die zijn gepakt. Ja, alles is gepakt. Oké, okay, dan moeten we nu via dit luikje moeten wij eruit. Zeg maar. Oké. Okay. Oh ja, je moet even kruipen. Het is een soort tunneltje. En je moet een luikje openen, zeg maar. Twee luikjes openen, dan kun je er zo uit. Top, en dan moet ik even snel een auto pakken. Ik heb een auto ergens staan. Een Tesla. Hier zo. Oké, nou. Ha, net op tijd. Mensen wou me doodschieten. Lel. Oké, maar we hebben dus de Apple Store beroofd. Oh, kut. Natuurlijk, mijn auto deed ik jongen, auto niet zo leuk. Oké, okay, maar nu is de bedoeling dat wij naar de dealer gaan op het eiland en volgens het geld daarheen brengen om het te ontvangen. Zoals ik al zei, ik vind het wel best wel een nice systeem. Dus je hebt alleen maar een tas nodig. Dus ja. Ja, au. En dan moet je eens in first person moet je die telefoon pakken, want anders kan je niet klikken op klikken. Dat had ik dus eerst, toen ik erin eerst in wou het niet. Dus ja. Dan gaan we snel een bootje spawnen. Hij is er ook al. Nou, dan gaan we gelijk maar mee. Nou, gevraagd aan hem, want hij wist het al, hij had al een keer beroofd, maar dan zou ik alleen maar een tas nodig. Dan kruk je gewoon op die deur. Vervolgens moet je in first person al die telefoons pakken. Nee, want ook heb je een tas nodig. Dan gooi je het op je tin en breng je het volgens naar de dealer. Einde verhaal. Dus ja, hier is het ook met glas en zo. Dus... Nee, je hebt alleen maar een tas nodig. Gelukkig ook maar. Nee, dan kun je het gewoon naar de werkgever hier op het eiland brengen om het contant te kunnen ontvangen, zeg maar. Kijken, zo. Het is wat net als die lerende. Kijk eens aan. Nou, en dan heb je zo je geld ontvangen. Zo werkt dus ook de Apple Store. Nou, ik krijg het nou één keer snel uit. Je moet dus ook op de deur klikken om... Met de tas erbij. En dan volgens kun je zo... In het first person zo die dingen pakken. Die telefoon staan door een luikje ontsnappen. En volgens hier alles heen brengen. Dat was de video. Like en nee, en zoals altijd, laters en best lukjes steek. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren, la 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. La 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 la. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan.